De Belastingdienst zit momenteel in een transformatiefase waarbij ook de automatisering is meegenomen. Deze transformatie en de verbetering van de automatiseringsinfrastructuur ICT stelt de Belastingdienst in staat hun administratie efficiënter, effectiever en sneller uit te voeren. John Alsen van de Belasting gaat in gesprek met Kevin van Brussel in op deze transformatie. Belang voor pay belasting, iedere kondre in pay belasting. Want na a belasting money de mij onderhoud a huishouding voor a kondre. Dat de van oudu. If in pay belasting, na ons man de pay belasting, de man om andere a huishouding voor a kondre. Ja? Dus salaris no man pay, noem maar op. De normaal chassan koin a kondre, dressies aan moest pay, import, alles wat san moest doen. Dat na a huishouding voor a kondre. En a belang voor a transformatie, voor a verandering belastingdienst na, voor a dienstverlening, ja, en verbeter die a belastingbetaler, die de massa kon na belasting voor de dentori. A dienstverlening, en go moro snel na a nieuw systeem zou u introduceren. En wat houdt deze hele transformatie in? Nou, de transformatie houdt in verbetering van de dienstverlening naar de belastingplichtige toe. Een nieuwe logo. Een nieuw ICT-systeem om de informatie van de cliënt, van de belastingplichtige, beter en sneller te verwerken. Daarmee worden ook nieuwe aangiftebiljetten gedrukt. Dat zijn dus drie zaken die betrekking hebben op de vernieuwing. Oké, en u zegt nieuwe aangiftebiljetten. Op welke manier zal de klant het merken? De klant zal het merken, vooral bij de nieuwe aangiftebiljetten. Die zullen er anders uitzien. Het zijn een paar nieuwe zaken die voorkomen op zulke biljetten. En de klant zal het ook merken bij de afhandeling van hun belastingzaken. Welke verandering zal de klant merken aan de hand van de oude formulieren en de nieuwe formulieren? Nou, de nieuwe formulieren, daarop heb je nu een VIN-nummer. De Belastingdienst heeft een VIN-nummer geïntroduceerd voor iedere belastingplichtige. Dat is een uniek nummer. Daarnaast heb je dus ook dan een documentnummer dat de Belastingdienst heeft geïntroduceerd. En ze zullen beginnen met de loonbelasting en de omzetbelasting. En het zal in fase worden uitgevoerd. En naderhand volgen de andere belastingvormen, zoals inkomsten en huurwaarden, die komen dus later aan de beurt. En hoe komt de cliënt in aanmerking voor de formulieren? Hoe kunnen ze aan de formulieren komen? Bij deze vernieuwing, de eerste keer, zijn de formulieren verdeeld. Ja, we zijn al in die fase, de formulieren zijn al verdeeld. Als ik het goed heb, hebben de meeste bedrijven, belastingplichtigen, hun formulier al ontvangen. De nieuwe formulieren, loonbelasting en omzetbelasting, waarmee wij begonnen zijn. En indien zij geen formulieren hebben ontvangen, belastingplichtigen nog geen formulieren hebben ontvangen, kunnen ze terecht bij de Belastingdienst. Zo niet kunnen ze het ook downloaden van onze website. Alleen als ze het downloaden, moeten ze terecht bij de Belastingdienst voor een documentnummer en een VIN-nummer, een fiscaal identificatienummer. En bij het indienen van het nieuw aangiftebiljet bij de Belastingdienst krijgt men dus zo een bewijs. Dat nieuw biljet is tweedelig. Ja, op het tweede deel komt voor ook een documentnummer en VIN-nummer. En dat wordt afgescheurd. Het onderste gedeelte wordt afgescheurd. En aan de achterzijde wordt er ook afgestempeld de datum van indiening. Voor de loonbelasting
moet men betaald hebben voor den zevende over de afgelopen maand. En voor omzetbelasting voor den zestiende over de afgelopen maand. Dan is men correct. Ja. Als u uw belastingplicht op tijd doet, hebt u geen enkel probleem met de belastingdienst. Belasting, alles maar moet voorbij. Dat is bouw een kondering.